Yes, we made it. Eindelijk zijn we er. We zitten nu in de skilift op weg naar boven. Oma, zwaaien! Echt niet normaal, dat moeten we echt vaker doen. En zoals gewoonlijk ben ik weer te laat. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en tegelijkertijd een goedemorgen. Het is echt pittig vroeg. Mijn werk ging om 4:15 en het is nu bijna 4:30. Ik zal het even laten zien. Hij staat niet echt scherp. Tenminste, het licht moet even veranderen. Nou, het is dus bijna 4:30. Nu staat hij weer niet scherp. Ik zal ook even laten zien wat ik aan heb. Ik heb gewoon een chill outfit aan. Want ja, ik zit toch waarschijnlijk bijna de hele dag in de auto. Ik heb een trui aan van The North Face. En mijn broek is van Daily Paper. Het staat hier dan ook zo aan de zijkant. Het is echt een super lekkere trainingsbroek. En de trui zit ook heel erg lekker. Dus ja, ik zit toch de hele dag in de auto. Dus dat zit wel heel erg comfortabel. Ik pak nog eventjes de laatste spulletjes. En dan gaan we in de auto op naar Oostenrijk. Hier zijn trouwens mijn vissen. En ik ga natuurlijk op vakantie, dus dan kan ik ze geen eten geven. Dus ik ben gisteren echt allemaal dierenwinkels afgegaan om vakantievoer te halen. En het enige wat ze hadden was weekendvoer. Dat zijn dus hele kleine blokjes voor het weekend. En die zijn eigenlijk geschikt voor 3 dagen of zo. En normaal gesproken heb je voor een week van die grote blokken, maar die waren gewoon nergens te vinden. Dus ik dacht, nou ja, beter iets dan niets. Maar ik hoop dat ze het gaan overleven. Dus ik ga nu zo'n blokje erin doen. Ik dacht eerst misschien moet ik 2 in doen, maar dan krijgen ze in 1 keer veel te veel eten. Dus dat lijkt me ook niet een goed plan. Dus ik hoop dat ze het overleven, hè? Joe! We hebben nu onze eerste stop gemaakt. Of tenminste de 2e eigenlijk. Papa heeft daarvoor vanochtend ook al getankt, alleen toen lag ik nog te slapen. En we gaan nu eventjes naar de McDonald's, wat drinken halen en misschien wat eten. En het is heel vies weer, want het regent hier. Maar we gaan eens even lekker eten. Het apparaat deed het niet. En toen zag ik dat de McDonald's dicht is. We zitten weer in de auto. De McDonald's was dus helaas dicht. Het ging pas om 10:00 open. En het is nu 9:00, dus we waren een uurtje te vroeg. Ik heb wel eventjes koffie gehaald. Dus dat is wel lekker. En we gaan nu weer verder. Ik weet niet precies hoe ver we nog moeten. Maar dus straks zeiden ze TomTom dat we om 2:30 aan zouden komen. Dus daar zal nu heel iets bij komen. Maar nou, we zijn er dus niet super laat. En vanmiddag gaan we ook nog ski's huren. Papa doet de kofferbak even open. Daar is Bo. En we gaan nu weer verder rijden. 3 uur later zijn we wel bij de McDonald's. We zijn lekker aan het eten. En ik heb natuurlijk weer een chili chicken. Hij stelt niet scherp. Zonder sla. Zijn we er. We hadden echt mega veel file onderweg. Zoals ik al eerst zei, zouden we eigenlijk om 2:30 aankomen. We zijn nog wel heel eventjes dus gestopt onderweg. Maar uiteindelijk was er iets van een ongeluk of stond een auto stil. Ik weet niet precies wat. Maar in ieder geval... Nee. Oh, vol op mijn hand. Gadverdamme. Nee. Oh. Nou. Klaar nu. Nee. Bo, kappen nu. Foei. Ik krijg ze nog wat terug straks. Vol in je hoofd. Maar goed, we zijn er nu. We gaan even inchecken. En het is nu... Ik ga even kijken hoe laat het is hoor. Het is 4:00. Dus we hebben er echt heel erg lang over gedaan. 11:00. Jeetje, dat is echt lang. Ja. We hebben het wel eens in 8:00 gereden. Nee, 8:30. Oh, nou 8:30. Maar we zijn nu binnen. Dus we gaan eventjes het kaartje halen. En dan kunnen we de spullen naar boven brengen. Alles zit in de lift. Maar ik denk niet dat ik er nog bij pas. Dus ik mag lekker met de trap. Jongens, kijk het uitzicht. Ah, ik hou weer echt zo weer gewoon. En kijk, jongens, daar loopt mijn oma. Kijk. Wel heel toevallig dat ze precies aan komt lopen. Lekker door de sneeuw aan banjeren. Oma, zwaaien! Ik ga naar oma. Oma die logeert hier dus ook gezellig.
Maar gaat daar ook een helikopter landen? Dus dat is niet echt best, denk ik. Die zagen we net toen we hierheen reden opstijgen. En hij is nu bij de Ahorn. Je hebt hier trouwens twee bergen waar je kan skiën. Dat is dus de Ahorn. Dan kan je daar naar boven. En daar zo gaat de lift omhoog voor de Penken. Dat is aan de andere kant. En daar heb je echt het hele grote skigebied. Daar gaan wij meestal skiën. Maar bij de Ahorn kan je dus helemaal de afdaling doen. Van helemaal boven zo naar beneden. Zie je daar nog lopen. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar dat kan dus alleen als er heel erg veel sneeuw ligt. Maar dit jaar ligt er wel heel erg veel sneeuw. Andere jaren hebben we ook wel eens gehad dat het echt helemaal groen was hier. Dus ik hoop dat we van de week een keer de afdaling kunnen doen. Want dat is wel heel erg leuk. We hebben even overleg wie er op welk bed gaat slapen. Ja. Je hebt namelijk twee bedjes. Nou ja, een groot bed voor papa en mama. Dan hebben we hier een slaapbankbed. En hier hebben we een gewoon bed. Daar lig ik. Daar wil ik dus nog even met je over praten. Nee. Zullen we steenpapier schaar doen? Nee, zeker niet. Oh. Jij hebt hier vorig jaar geslapen. Ja, vorig jaar sliep ik dus op het lekkere bed. En ik vind dat ik de oudste ben. Dat ik groter gewoon ben. Gewoon een misgunnerd. Ja, maar dat ligt wel lekkerder. Ja, dus nu mag jij lekker daar. Nou, ik denk dat ik dan op het slaapbedje mag. Ja. Nou. Oké. Ik zal me vast voorbereiden op een heel smal bed. En dat ik er niet uit ga vallen. Zo, we zijn helemaal gesetteld in de kamer. En we lopen nu eventjes richting hiervoor ergens. We gaan eventjes bij de lift een skipas vast kopen. Dan hoeven we dat niet morgenochtend te doen, want dan is het altijd mega druk en zo. En dan hebben we dat alvast gedaan. En we gaan ook eventjes skis huren. En dan kunnen we morgenochtend gewoon gelijk de berg op. Dus dat is wel... Oh, echt. Ik pak je straks terug, jongen. Nee, kappen. Wat doe je in een bos? Als het hele vakantie doorgaat, dan word ik op een gegeven moment echt agressief. Nee. Ik ga hem een keer zo goed pakken. Maar we gaan dus nu eventjes een skipas en skis halen en zo. Zo, inmiddels hebben we de skipas en de skispullen allemaal opgehaald. Kijk, mijn tante die heeft mijn skis vast. Goed geregeld. En ik heb mijn skischoenen zo om mijn schouder heen. En we lopen nu weer terug naar het pension. Dus dan gaan we dit eventjes allemaal in de skikelder leggen. En dan ga ik daar eventjes omkleden. En dan gaan we daarna met iedereen die we hier zo'n beetje kennen, gaan we naar Meijerhoven Advent. Daar gaan we eigenlijk bijna elk jaar heen. En daar hebben ze allemaal kraampjes. En ja, gewoon, het is heel gezellig daar. En daarna gaan we met z'n allen uit eten. Aangezien het regent, gaan we niet meer naar Meijerhoven Advent. Dus we gaan nu eventjes wat drinken bij Moos. En waarschijnlijk ook wat eten. Dat is hierachter. En mijn oma en mijn vader zijn met de auto. Want het regent en mijn oma, ja, dan is het best een stukje lopen. Dus het is voor hun wat makkelijker als ze met de auto komen. Dus die komen er zo meteen elk moment aan. We zijn weer terug in het pension van het uit eten. Het was heel erg lekker en gezellig. We waren met een hele grote groep. En we hebben morgen afgesproken om achter bij het ontbijt te zijn. En dan gaan we rond 9:15 naar de lift. Dus om omhoog te gaan, de berg op. En dan gaan we lekker skiën. Daar heb ik echt super veel zin in. Ik ben nu weer in de kamer. En ik ga even lekker douchen. En dan ga ik zo meteen slapen, want ik ben super moe. Ik heb vannacht maar 2,5 uur geslapen of zo. Vet kort. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het eerste nachtje op de mooie bedbanken gaat bevallen. Dus slaap lekker en tot morgen. Joe. Het is weer ochtend, de volgende dag. Ik ben onderweg naar het ontbijt. En ik zal even kort vertellen dat mijn nacht echt verschrikkelijk was. Echt verschrikkelijk. Ik lag dus op dat bedje en mijn rug doet zoveel pijn. Ik lag de hele tijd te draaien en dacht ik weer auw, auw, auw. Dus dat was helemaal kut. Maar misschien dat mijn moeder en ik nu ons de beurt gaan ruilen of zo. Ik ga het wel eventjes bedenken. Maar dit gaat niet echt werken. Dus ik moet er wel even nog iets voor bedenken. Maar goed, ik ga nu lekker ontbijten. Dus ik hoop dat dat iets beter maakt. Ik heb wat lekker een uitgebreid ontbijtje. Dus ik ga nu even lekker ontbijten. Ik heb net lekker ontbeten en mijn tanden ook weer eventjes gepoetst. En we hebben net onze skikleding helemaal aangedaan. Dus ik heb mijn skijas aan en mijn skibroek. Lekker fel, zodat ik opval. En ik heb mijn UX eronder. En we gaan even uit de skikelder gaan we de skis en de skischoenen pakken. Dan gaan we de berg op met de lift. En dan
huren we daar in het depot een kluis. Dus dan kunnen we gewoon skiën en aan het einde van de dag kunnen we dan onze skis daar in de kluis leggen. Zodat we niet elke keer in de ochtend dus onze skis helemaal in de lift mee naar boven hoeven te nemen. Dus dat is heel erg fijn. Dus vandaar dat ik nu nog even gewoon mijn schoenen aanhoud en dan mijn skischoenen los meeneem. En dan kan ik morgen gewoon zo zeg maar de berg op en dan daar mijn skis en zo aandoen. We zitten nu in de skilift op weg naar boven. Dus de huisjes worden steeds kleiner. En op een gegeven moment heb je een soort tussenstuk en dan ga je nog weer verder omhoog. En dan uiteindelijk zijn jij helemaal boven op de berg. En daar is ook het depot gelijk en dan gaan we dus skiën. En ik heb er echt super veel zin in. Daar is mama en Bo. En hier is mijn tante. Dus gaan jullie lekker de berg op. We zitten nu in het skidepot. We zijn eventjes onze skischoenen aan het aandoen. En we hebben ook gelijk een kluisschuurtje zodat we daar onze normale schoenen alvast in kunnen doen. Hier is mijn broertje. En hier zijn mijn skischoenen. Die heb ik net aangedaan. Hij is er nog mee bezig. En dit is de kaart van het hele skigebied. We skiën bij Meijerhoven. Bij de Penken. En het is echt heel erg groot. Je kan ook echt helemaal een rondje maken zo. Het is echt super gaaf dus. Dus we gaan zo meteen lekker skiën. We zitten nu weer in de lift op weg naar beneden. Het is bijna 2:30. We hebben dus best wel lang geskiet vandaag. En we hebben ook eventjes tussendoor wat gedronken en wat gegeten. Allereerst zijn we een stukje geskiet en toen zijn we bij Vinkenberg. Bij het middelstation hebben we daar wat gedronken, lekker in het zonnetje. Het was echt heel erg lekker weer vanochtend. En daarna hebben we nog een stukje geskiet en zijn we bij de Kjoswand gaan eten. Ja, dat was eigenlijk gewoon heel erg lekker daar. En daar eten we best wel vaak. Mijn oma die zit er altijd, dus dat is heel erg gezellig dat we haar dan ook zien. En daarna hebben we nog een heel klein stukje geskiet. Alleen het werd een beetje pappig, we kwamen allemaal hobbels. En dat skiet gewoon niet zo heel erg lekker. Dus we gaan nu lekker naar beneden. En vanavond gaan we iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk rodelen. Ook weer met heel de familie en met kennissen en zo van hier. Dus dat is echt heel erg leuk. Ik heb nog nooit gerodeld. Alleen wel een keertje op een zomerbaan. Maar nu gaan we echt in de sneeuw op een sleetje. Dus daar heb ik echt mega veel zin in. Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Ja, en we gaan dus nu lekker naar beneden. Dan ga ik eerst nog eventjes lekker chillen op de hotelkamer. Ik heb lekker de hele middag, tenminste vanaf dat we weer in het appartement waren, pension iets, heb ik weer lekker gechilled. Ik heb eventjes een serie gekeken, The 100, daar ben ik nu mee bezig. Ik ben nu in seizoen 2 en ik vond het echt mega spannend. Maar het is wel echt heel erg leuk en je wil ook de hele tijd door blijven kijken. En nu zijn we weer in onze skikleding en we zijn eventjes onderweg naar het straatje waar alle winkeltjes en zo zijn en ook de eettentjes. En vandaag gaan we gewoon eventjes heel simpel naar de Turk. Daar hebben ze allemaal pizza slices, dus dan kan je gewoon lekker pizza eten. En dan gaan we daarna dus naar Gerlos. Het is in de buurt van Gerlos en dan gaan we daar dus rodelen. En daar heb ik echt zo mega veel zin in. Gelukkig is het goed weer, er was een beetje regen voorspeld. Maar ja, het is nu helemaal droog, dus ik hoop ook dat het droog blijft. Of misschien een heel klein beetje sneeuw. Maar ja, we gaan dus straks rodelen en eerst nog even lekker pizza eten. We gaan nu rodelen en hier achter mij is het rodelcentrum. Daar kan je dus je slee huren. En hier voor mij is dan de lift, daar kunnen we dan omhoog. En dan uiteindelijk is er een rodelbaan van 7 kilometer. Dat is dus echt heel erg lang. Dus we gaan nu eerst eventjes hier naar binnen om een sleetje te gaan huren.
Rolen was echt zo ontiegelijk leuk. Echt niet normaal. Dat moeten we echt vaker doen. We gaan al zoveel jaar achter elkaar naar Oostenrijk. En we hebben gewoon nog nooit gerodeld. Maar dit jaar dus wel voor de eerste keer. En we willen er echt een beetje een traditie van gaan maken. Dat we dat elk jaar gaan doen. We gaan nu nog heel eventjes naar de après-ski. Gewoon eventjes snel nog een drankje doen. En dan gaan we zo meteen slapen. Dus dan heb ik al wel wat later. En morgen gaan we weer vroeg skiën. Dus we gaan gewoon even snel. En ik heb nu mijn shirt van Levi's aan. Een gestreept shirt. Die vind ik heel erg leuk. Gewoon lekker basic. Mijn Gucci riem. En deze broek is van de Only en mijn fans. Een hele goede morgen. Als je denkt, wat is het licht raar. Ik sta hier even op het balkon. En hier voor me is allemaal sneeuw. Nou ja, het is inmiddels alweer een beetje groen aan het worden. Want het heeft van de week geregend hier in het dorp. Het is alweer dag 3. En gisteravond was de après-ski echt mega gezellig. Ik ben nu klaar aan het maken om te gaan ontbijten. Maar zoals jullie kunnen zien, hier binnen is iedereen al naar het ontbijt toe. Kijk, helemaal leeg. Ik stond trouwens even op het balkon, want het is hier bloedje heet. En ik dacht echt even dat ik van mijn stokje ging. Het is echt zo warm. Helemaal hier in de badkamer waar ik dus me om stond te kleden en mijn make-up even stond te doen en alles. Daar kan je het eigenlijk gewoon niet langer dan 5 minuten volhouden. En die 5 minuten heb ik me helaas niet aangekleed en mijn make-up gedaan. Maar goed, ik ben nu klaar. En ik heb dus eventjes afgekoeld op het balkon, wat heerlijk was. Ik ga nu naar het ontbijt. Ik ben per ongeluk 10 minuten te laat. Maar ja, daar ben ik altijd, dus ze zijn denk ik wel gewend. We moeten daar om 8 uur zijn en het is bijna 8:10. Iedereen zit denk ik al aan de ontbijttafel en dan komt Romy aan. Maar dat is eigenlijk de gewoonlijkste zaak van de wereld. Want ik kan nooit op tijd zijn. Dus ik ga nu lekker ontbijten. Zijn we een heel aantal uur verder. Ik heb vandaag echt bar weinig gevlogd. Sorry daarvoor. Maar ja, vanochtend ging ik dus ontbijten. Daarna gingen we lekker skiën. En ik heb we zijn met kennissen mee geweest. Ik en mijn broertje en mijn moeder is met een ander groepje met mijn tante en zo mee geweest. Wij hebben namelijk een grote skitocht gemaakt. Dat is een heel rondje die je kan skiën. Dat is echt super leuk. Dus dat hebben wij gedaan. Toen waren we ongeveer om 11:45 zo waren we weer bij het restaurant waar mijn oma altijd elke dag zit. Daar eten we bijna altijd tussen de middag. Zal ik van de week wel een keertje wat filmen daar, want dat is ook heel erg leuk. Dus hebben we daar lekker gegeten en op een gegeven moment was ik het eigenlijk best wel... zat. Ik was best wel moe. Dus uiteindelijk ben ik om 1:30, 2:00 ben ik ongeveer naar beneden gegaan. Toen ben ik samen met mijn moeder nog wel eventjes het dorpje ingegaan. Hebben we eventjes een beetje geshopt. Geshopt. Gewoon even wat winkeltjes gekeken. Maar ik heb wel twee hele leuke dingen gekocht. Ik heb namelijk een nieuwe broek. Oh, die hangt trouwens nu in de kast. Maar die wil ik van de week aangedoen als we met z'n allen uit eten gaan voor kerst. Dus dan kunnen jullie hem zien in die andere vlog. Ik vind het zelf echt een hele leuke broek. En hij is net wat anders dan wat ik normaal heb. Dus die zal ik dan aan jullie laten zien. En ik heb ook nieuwe schoenen. Ik zal ook even laten zien wat ik nu aan heb. Het shirt dat ik aan heb is van Superdry. Deze broek is van de Bershka. En dit zijn dus mijn nieuwe schoentjes. Ik vind ze zelf echt heel erg leuk. Het zijn een soort laarsjes. En ze hebben dan aan de bovenkant... ja, een soort elastisch iets. En dan zijn het gewoon van, ja, leren laarsjes. Dus ik vind ze zelf echt heel erg leuk. En we gaan nu uit eten. Met, volgens mij bijna heel de familie. Ja, mijn oma, mijn tante en mijn vader en moeder en mijn broertje. En we gaan er nog wat kennissen mee, dus dat is meer gezellig. En zoals gewoonlijk ben ik weer te laat. Story of my life. We zouden om 7:00 verzamelen en het is nu... oh, het is 7:00. Dus ik ga nu snel mijn jas aandoen en alles. En dan ga ik naar beneden, want iedereen zit dus wel 10 minuten te wachten. Want blijkbaar was iedereen 10 minuten te vroeg. Waardoor het dus nog steeds lijkt alsof ik te laat ben. Maar eigenlijk ben ik gewoon op tijd. Dus ik ga nu maar eventjes zorg opschieten. En dan gaan we lekker uit eten. Ik ben weer terug op de kamer. We hebben echt heerlijk gegeten. Inmiddels is het al 9:15. En vanavond heb ik gewoon lekker een rustige avond. We gaan lekker op de hotelkamer chillen. Gewoon een beetje Netflix kijken. Ik denk deze video editen. En dan ga ik lekker een beetje op tijd slapen.
Morgen kan ik uitslapen, want morgen hebben we een ander dagje dan de andere dagen. Want we gaan namelijk niet skiën. Maar dat is in de volgende vlog te zien. Ik maak namelijk denk ik 3 aparte vlogs van de vakantie. Zodat het niet een mega lange vlog wordt, maar dat je gewoon een paar dagen ziet elke keer. Dat is denk ik wel heel erg leuk. Dus ik ga nu ook deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om de eerste 3 dagen te zien van mijn vakantie. Of nou ja, de eerste 2 en de reis natuurlijk. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En laat eventjes een leuke reactie hieronder achter. En als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dan niet te abonneren. En dan zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doei!